Iedereen bespotte deze tweelingbroers toen ze met deze zwarte tweelingzusjes trouwden. Maar jaren later hadden ze er spijt van. Veel mensen zeggen dat de kindertijd de mooiste, leukste en eenvoudigste fase van het leven is. Maar voor tweelingzusjes, Keyola en Teyola, was het fysiek uitputtend en emotioneel uitdagend. De meisjes werden op de Marshall-eilanden geboren als dochter van Rose, een alleenstaande moeder die 9 kinderen had. Hoewel Rose een liefhebbende moeder was, vond ze het moeilijk om voor de kinderen te zorgen nadat hun vader hen verlaten had. Dus brak ze mentaal en verliet tijdelijk het huis om bij een vriendin te logeren. Ze zorgde echter nog steeds financieel voor de kinderen. Toen mama wegging, waren we erg radeloos. Mijn zus en ik hadden grootste plannen voor de toekomst, maar nu leek het alsof we alles kwijt waren, zei Keyola. Op dat moment hadden ze nooit kunnen geloven dat ze op een dag zouden trouwen met de keurige en knappe tweelingbroers Eric en Sean. Maar wonderen gebeuren en deze is een aanrader. 2 maanden nadat Rose het huis verlaten had, stelde Keyola voor om aan een koppel die missionarissen waren en waarvan hun moeder gewoonlijk werkte, te vragen of zij voor hen konden zorgen. De avond voor ze naar het huis van het koppel gingen, huilde de tweeling tranen met tuiten en smeekte God om genade en gratie. Vanaf dit punt werd het leven een beetje eerlijk voor deze tweeling, maar toch waren de hindernissen die in het verschiet lagen nog steeds behoorlijk heftig. En geloof me, het is niet voor zwakkelingen. De volgende dag ging de tweeling naar het huis van het koppel en gelukkig namen ze hen en hun broers en zussen ook in huis. De kinderen van dit missiepaar waren volwassen en ze woonden allemaal in de Verenigde Staten. Een paar maanden nadat de tweeling in het huis was gekomen wonen, bezochten een van de kinderen van het koppel, Renee en haar man Derek, die ook missionarissen waren, het huis. Zodra dit koppel de tweeling opmerkte, werden ze verliefd op ze en besloten ze mee te nemen naar de Verenigde Staten. Mogen we echt bij jullie komen wonen, zei Teyola, glunderend van het lachen, en ze kreeg een volmondig ja. Nu leek het erop dat hun leven ten goede zou veranderen. Renee en Derek namen contact op met de moeder van de meisjes en ze was opgelucht dat het stel bereid was voor haar meisjes te zorgen. De week daarop verhuisden Keyola en Teyola met het stel mee naar Indianapolis, maar het ging niet zo gemakkelijk. De meisjes vonden het moeilijk zich aan te passen aan het leven in het buitenland, maar ze hielden de hoop levend. Een paar jaar later verhuisde het gezin naar Kansas City en het was hier dat een grote tragedie toesloeg. Op een dag, in december 2009, ging de adoptievader van de tweeling op reis voor een conferentie. Maar op de terugweg naar huis kwam hij bij een verkeersongeval om het leven. Het nieuws trof het gezin enorm. Het was zo'n geweldige ervaring een vaderfiguur in ons leven te hebben en plotseling rukte het leven hem van ons weg, zei Keyola. T en ik waren er kapot van. Hij was de beste vader die we ons hadden kunnen wensen. We verzamelden ons allemaal rond mama, hielpen haar met de begrafenis en waren er als het moeilijk had, vertelde Teyola. Er verstreken een paar jaar en het gezin vond troost in de kerk, waar Derek predikant was geweest. Keyola en Teyola deden ook voortdurend vrijwilligerswerk voor de kerkgemeenschap en op een mooie ochtend kwamen de meisjes, nu 16, tweelingbroers Eric en Sean tegen. Die ochtend was Keyola de eerste die de jongens opmerkte en zodra ze ze zag, gilde ze, kijk, daar is een andere tweeling. Geloof me, er is altijd dat mooie en geruststellende gevoel dat hoort bij het zien van nog een tweeling. Ze babbelden wat en Keyola en haar zus kregen het horen dat de jongens 21 waren. Dit maakte hen verdrietig, want ze hadden het gevoel dat ze geen kans maakten. Beide meisjes hadden meteen een oogje op de jongens, hoewel ze er niets over zeiden tot ze die avond thuis kwamen. Jammer genoeg was deze ontmoeting heel kort en zou het 3 jaar duren voor de tweelingen elkaar opnieuw zouden zien. Was deze tijd genoeg om wat een mooi liefdesverhaal had kunnen worden om zeep te helpen? Veranderde het hoe ze over elkaar voelden? In 2010 trof een aardbeving Haiti, dus Keyola en haar tweelingzus besloten mee te gaan met een hulpteam van de kerk dat de slachtoffers wilde helpen. Ze moesten een cursus volgen over hoe je mensen in een crisis kunt helpen. En raad eens wie de tweeling op de eerste dag van de les tegenkwam. De tweeling. Meteen toen ik Eric zag, draaide mijn maag om. Ik wenste dat ik in zijn armen kon rennen en hem stevig kon omhelzen, maar dat zou raar geweest zijn omdat we nog niet een relatie hadden, zei Keyola. De tweelingen praten die dag lang, maar toch wisten deze meisjes nog niet of de jongens hen leuk vonden. Was het een eenzijdige liefde? Het was al meer dan 3 jaar geleden en er was nog niet zoveel veranderd aan hoe de meisjes zich voelden. Keyola en haar zus wilden tijdens de reis een band met de jongens opbouwen, maar helaas werd die geannuleerd. Alle hoop was bijna verloren toen Keyola plotseling een bericht van Eric op Facebook kreeg en haar vroeg of ze zin had om koffie te gaan drinken.
OMG, ze werd gek van vreugde. Was dat een afspraakje? Natuurlijk was het dat. Het bleek een dubbele afspraak te zijn, want Theola en Sean kwamen ook opdagen. Tijdens de date vertelden de meisjes de jongens over hun verleden. Ze hielden niets voor hen verborgen en de jongens deden hetzelfde. Na de eerste afspraak wisten T en ik al dat dit de mannen waren met wie we wilden trouwen. Ze waren vriendelijk en integer, zei Theola. Het paar maakte nog verschillende mooie afspraakjes en al gauw werden ze beide een koppel. Theola was stapelverliefd op Eric en Theola voelde hetzelfde voor Sean. De jongens behandelden de meisjes ook met de grootste zorg en liefde. Helaas ontstond er net toen het goed ging een gerucht uit het niets. Sommige mensen zeiden dat Theola en haar tweelingzus uit de achterbuurten kwamen en dat ze alleen bij Eric en Sean waren, zodat ze een betere toekomst zouden hebben. Op een dag benaderden enkele jongeren uit de kerk de tweelingbroers en vertelden hen dat als ze ooit met Theola en haar zuster zouden trouwen, ze er spijt van zouden krijgen. We hebben verschillende gevallen als deze gezien. Als ze eenmaal genoeg rijkdom, roem en macht verworven hebben, zullen ze jullie beiden dumpen en met iemand naar hun hart trouwen. En geloof ons, het zal zeker een zwarte man zijn. Ze maakten de tweeling ook belachelijk. Maar Eric en Sean wisten dat de zussen oprecht van hen hielden, dus besteden ze geen aandacht aan het gerucht. Enkele maanden later nodigde Eric Theola uit voor een dinerafspraak. Hij huurde de volledige eerste verdieping af en zorgde ervoor dat hij goed versierd was. De lichten, het eten en de mooie muziek maakten Theola nerveus. Waarom deed Eric zoveel moeite? Was hij van plan een aanzoek te doen? Ze zei tegen zichzelf dat ze moest kalmeren en niet te veel moest denken, maar haar ogen bleven de hele omgeving afspeuren op zoek naar een ringendoosje. Toen ze halverwege hun diner waren, zei Eric tegen Theola dat hij een verrassing voor haar had. Jippie, het moet een ring zijn! Theola was enthousiast, maar het was een mooie brief waarin stond hoezeer hij haar lief had. Theola gilde dankjewel en ze verborg haar teleurstelling. Een paar minuten later stond Eric weer op. Hij ging naar de keuken en je raadt vast wel waar hij mee terugkwam. Een diamanten ring. Eric ging toen op een knie zitten en vroeg Theola ten huwelijk. Onmiddellijk nadat ze ja had gezegd, vroeg Theola Eric nieuwsgierig naar Sean en Theola. Ze hebben zich vanavond ook verloofd, straalde hij en vertelde Theola dat ze een dubbel aanzoek gepland hadden. Wat mooi, alle voorbereidingen werden getroffen en weldra was het de trouwdag. De koppels besloten de bruiloft te delen, dus werd die op dezelfde plaats en op dezelfde tijd gehouden. Theola en Theola droegen iets verschillende jurken en kapsels. Ze hadden ook verschillende bloemen in hun boeketten. Eric en Sean droegen dezelfde pakken, maar verschillende dassen. Het was zo'n mooie huwelijksceremonie en de meeste gasten waren opgetogen. Maar sommigen waren alleen maar aanwezig om hen te bespotten. Zodra Theola de trouwfoto's online zette, kreeg ze heel wat negatief commentaar. Hey tweelingbroers, we geven jullie 2 jaar en dan zullen die zwarte meisjes jullie verlaten, schreef iemand in de comments en voegde er verschillende lachende emoties aan toe. Zou deze voorspelling uitkomen? Integendeel, het is nu al 12 jaar geleden en de liefde van het koppel blijft sterker worden. Sommige van de mensen die hen jaren geleden bespotten, hebben spijt van hun daden en vroegen zelfs raad aan de koppels. Ik had jullie vrouwen niet mogen veroordelen. Ik bewonder de liefde die jullie voor elkaar hebben. Kunnen jullie alsjeblieft wat tips delen over hoe je een succesvolle relatie onderhoudt, schreef een van hen in een e-mail aan de tweeling. Wat een verbluffende wending. Ik ben gewoon zo blij dat ze het ongelijk van de negatieve personen bewezen hebben. Telkens als we vieren samen op stap gaan voor een vrijwilligersmissie, blijven we hoofden doen omdraaien. Voor veel mensen is het zien van 1 paar tweelingen al een aangename verrassing, maar om een tweeling te zien die getrouwd is met een 1-eigen tweeling is dubbel plezier, zei Theola. Hun verhaal bewijst dat echte liefde bestaat en dat ze oprecht en vriendelijk is. Wat maakt volgens jou een echte relatie? Wat vind je van dit verhaal? Ik kan niet wachten om de comments te lezen. Tot de volgende keer!